Je zou er spontaan een hap van gaan nemen, het Laurensbroodje. Broodje van de Grote Kerk voor het goede doel. Het is een lekker broodje, ik heb hem al mogen proeven. Het is gemaakt voor een deel van brood van meel van de vriendschap. Het is een grof volkoren broodje. Er wordt een en ander aan pitjes en zaadjes bij ingedaan. En aan de bovenkant het logo wat we gebruiken ook op het briefpapier. En dat is de torenspits van de Grote Kerk. Wat kost het eigenlijk? Dit is een broodje. 1,85. Nee, dus euro. Ik heb dat gewoon meegekregen. Dat ligt er bij. 2 euro mag ook. Doen we dat? Zullen we gelijk oversteken? Ja, dat is het. Kijk, wat er over is uit Griekenland. Ja, een paar drachmen, maar dat hebben we niks. Ja, nee, daar hoef ik niet voor te doen. Ja. Zo. Ja, dat lijkt me heel goed om dat te lezen. Vind ik ontzettend leuk. Beklinkt, ja. Ja, heel leuk. Ja. 2 euro. Dat is voor mij. Een dagbroodje. Zend wel succes. En dan hoop ik dat heel veel. Het eerste broodje werd vandaag gekocht door burgemeester Bart Horseling. Van elk verkocht Weesper Laurensbroodje gaat een kwartje naar de voedselbank. Dat de kerk de wat armere Weespers helpt, gaat geheel volgens de gedachte van de naamgever van de kerk. De kerk is genoemd naar Laurentius. Was een diaken aan de begintijd van de christelijke tijd. En die was heel begaan met de armen. En wij hebben gevonden dat als wij jarig zijn en we mogen al kerken in zo'n mooi monument altijd, dat we dan ook zeker iets terug moeten doen voor de gemeenschap en met name voor die mensen die het wat minder hebben. Het broodje voor het goede doel wordt verkocht door de bakkers Klerk en Muul. Zelf bakken kan ook. Het meel wordt verkocht door Molen de Vriendschap. En het is de moeite waard, want het broodje is lekker.